Hey kijkers, tot jullie kijken naar deze goed nieuwe video van de KRC Genk Carrière Mode. Ik ga nu even een reactie in beeld laten komen. En hij komt nu in beeld. En hij zei dat ik het rugnummer van Van Aken moet aanpassen naar 20. Zoals het goed is, is Van Aken nu rugnummer 20. Dus de wedstrijd tegen Antwerp ga ik simuleren. We winnen met 0-1 dankzij een goal van Van Aken. En ja, het is eindelijk zover. De Champions League. De eerste Champions League wedstrijd van de carrière mode. Ik vind de Champions League wedstrijd altijd de leukste wedstrijden. Casper de Noor. Die misschien we meer gaat halen. Ik ga vragen of ze met 7,5 miljoen akkoord gaan. Dikpot 7 miljoen dan. Oké, met 7 miljoen gaan ze wel akkoord. Oké, wedstrijd tegen Dortmund. Altijd lastige, maar ja, we zullen zien. Dit is dus ons Champions League debuut. In Dortmund moeten we gelijk al spelen tegen Haaland. Maar ja, dat heb je nu eenmaal in de Champions League. Dan moet je altijd tegen topspelers spelen. Ik weet niet met wie we nog in de poelen zitten, maar ja, een van de tegenstanders is al Dortmund. En ik vind dat stadion van Dortmund echt heel erg vet. Vooral ja, met alle supporters. En ja, nu in deze tijden zou dat in het echt niet kunnen door de corona. Maar zonder corona zijn de wedstrijden in Dortmund wel altijd leuk om te zien. Gewoon ja, als het stadion gevuld is. En we moeten gewoon proberen te voorkomen dat Haaland scoort. Ja, ik weet nog in een jaartje geleden of zo dat Haaland een hat-trick scoorde tegen Genk. Dus laten we hopen dat hij deze keer niet weer een hat-trick scoort. Ito, aanvallen. Oké, dit komt goed. Ik denk dat het erover komt. Nu terugdraaien. En schieten. Dat is buitenspel. Er is ook een reactie en die zei dat ik weer een Rooney moet kopen. En ik zal er nog even nadenken. Ik weet niet zeker of ik hem wil behalen. Oppassen. No, nee, nee. Dus hij die scoort. Ah, het is brand. No way. Ja, we staan nu al 2-0 achter. We beginnen aan de tweede helft met een ja, hopelijk betere wedstrijd die we gaan spelen nu. Nu dan. Nu moet het gebeuren. Van Aken, trap maar. Van Aken met de goal. We kunnen nog een comeback maken. Zie. Nee, dat is buitenspel. Jammer. En hier is het weer gevaarlijk. Tackle. En natuurlijk moest hij een keer scoren. 3-1. Ja. Ten aan gelijk spel er ook al niet meer in zit. No, no. 4-1. Hoekschop. Eerste wedstrijd in de Champions League was niet zo heel erg goed. 4-1 verlies. Ja, tegen dit soort teams kan dat gebeuren. Mooi,
2-1 overwinning tegen Beerschot. We zien hoeveel Rooney waard is. Want Wayne Rooney. Dus die hem kan ik niet meer halen omdat hij bijna stopt. Nu nog een wedstrijd tegen Oostende die ik ga simuleren. Dit winnen we ook met 1-2. Het is weer tijd voor die Champions League. Deze wedstrijd moeten we wel winnen als we een kans willen maken om nog Europees te overwinteren. In een fout. Een gele kaart. Kom op zeg. Dit moet beter, veel beter. Ja, kom op. Ito. Ito is er langs. Nee, wat? No way, als hij eruit scoort. Hoekschop voor Moskou. Weg die bal. Nu dan. Als buitenspel. Dessers afwerken. Ja, doet hij. Lekker. 1-0. Heeft hem mooi binnengetrapt. Het hele stadion is blij. Bam, mooi binnengetrapt. Zijn eerste in de Champions League. En hopelijk zal hij nog veel scoren in de Champions League. Ah. Rusten, mijn voorsprong. Is altijd leuk. Hier zijn ze weer. Onderscheppen. Oeh, kom er goed vanaf. Van Aken misschien. Van Aken. Pasen en scoren. Goed zo. 0-2-0. De eerste 3 punten in de Champions League zijn binnen. Waardoor wel wat minder balbezit. Ja, dat gebeurt. Manchester City en Dortmund spelen gelijk. En... oh! Aanbieding bondcoach België. Accepteren. Ik wil wel bondcoach worden van België. Oké, goed. Volgende wedstrijd is tegen Club Brugge, maar dat is ook dan voor de volgende video. Ik wil je hier bedanken om te kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Laat dan weten in de reacties. En als ik weer terug ben, volgende video dus. Doei doei!